Dag beste vrienden in de Rie, vandaag 12 september, zondag, de 24e zondag van de tijd door het jaar. We gaan vandaag een nieuwe week beginnen met boodschap voor ons die echt ons gaat helpen beleven, deze week te beleven, waarin ook wij een beetje gaan stilblijven bij het lijden met de gedachtenissen en het feest van onze lieve vrouw van smart en kruisbeheffing. In de lezing van vandaag, zondag, leiden wij ons al in deze genade. Die bestaat in het lijden, maar het soms niet zo gemakkelijk is om te kunnen inzien. En wat wij vandaag ook vieren als zondag, is ook een sterk symbool van de kracht van leven in het lijden. Jezus die voor ons gestorven is, is vandaag verrezen. Hij brengt ons nieuwe leven en dat is onze hoop en onze geloof. Vragen wij aan de Heilige Geest dat Hij ons kan helpen in deze richting van het woord van God beleven en ook zijn leven elke dag te ontvangen. Dan de eerste lezing komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 50. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn ruw bood ik aan wie mij sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uitrukte. En mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadde en mij bespuwde. God de Heer zal mij helpen. Daarom zou ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zou spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? Laat mij samen voor de rechter treden. Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij schuldig verklaren? Dan wij zien hier in deze eerste lezing, het is een van de liederen van de dienaar van God, de leidende dienaar van de profeet Jesaja. Hij in het Oude Testament kon al voorspellen het lijden van Jezus die wij beleven in het Nieuwe Testament met de dood en de verrijzenis. En hier in deze passage, wat interessant en mooi en belangrijk is voor ons bij een situatie van lijden, is zich niet te verzetten. Het is van ons menselijk natuur echt weigeren het lijden. En omdat ja, het is iets dat ons karakter te boven gaat. Maar hier, het voorbeeld van Jezus gaat voor ons. Zodat wij echt kracht kunnen putten vanuit zijn voorbeeld om ons niet te verzetten. En Jezus zegt, ik heb mij niet verzet. De Heer zal mij helpen. Twee keer spreekt Jezus, ja, de profeet Jesaja, maar het is een voorafbeeld van Jezus. De Heer zal mij helpen. God, de Heer zal mij helpen. En dat is de bron van deze houding van zich niet te verzetten. Weten en geloven, de Heer is mijn helper. De Heer is mijn verdediger. De Heer is mijn beschermer. En het is ook de kracht die we kunnen putten vanuit het geloof bij situatie van lijden. En die heel veel mensen doen stand houden. Weten dat de Heer zal helpen. Dat de kracht die we hebben op het moment ook vanuit Gods steun ook komt. En op het einde zegt hij, wie is mijn tegenpartij? Dan wij hoeven niet te vrezen. Wij hoeven niet ons te verzetten. Maar wij hoeven ons gewoon ons toevertrouwen. En dat is een houding die vraagt heel veel vertrouwen om dat te beleven. Maar God de Heer, God onze Heer, zal en wil ons helpen. Daarna de Psalm 116. De Heer heb ik lief, want Hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mijn aandacht geschonken, telkens als ik tot Hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmelrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, Heer,
red mij van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood. Hij droogde mijn tranen en stunde mijn voet. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Dan wij zien deze psalm echt, deze lofprijzing, dit lied van dankbaarheid, maar ook vertrouwen. Een persoon die riep tot de Heer, wordt niet in de steek gelaten. Maar het is een houding die wij als kinderen van God stap per stap leren. Hoe meer wij deze beweging doen om tot God te komen en vragen en smeken, hoe meer gaan wij ervaren zijn hulp. En dat is de genade dat wij echt vanuit onze grootouders heel veel kunnen ontvangen ook. Dus houden van mensen die voor ons een voorbeeld zijn, maar die toch zich toevertrouwen aan God. En dat is een voorbeeld die wij ook uitgenodigd zijn om door te geven voor onze kinderen, kleine kinderen. En houden van ze afhankelijk willen zijn, willen maken van God. In de zin van zich toe te vertrouwen. Aan Hem neerleggen en zeggen, hier kan ik niet, help mij. En dit voorbeeld is een voorbeeld van geloof voor velen. En om dat te doen, om God te smeken, is het nodig een eenvoudig hart te hebben. Een eenvoudig hart is een hart die niet veel redeneert, maar die laat zich leiden door Gods geest. Die laat zich leiden door dit vertrouwen die ons hart kan en wil bewegen. En God, vanuit onze smeken, gaat ons redden uit de nood. En het is voor ons echt ook in richting van gebed, voor vele mensen soms niet weten of niet hebben geleerd smeken. Ons gebed helpt hem ook. Het gebed van voorspraak, het gebed van vertrouwen in de Heer, voor degenen die het nog niet kunnen. En de tweede lezing komt uit Jacobus hoofdstuk 2. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen, geluk ermee. Hou u warm en eet maar goed. En hij zal niets doen om in hun stoffelijk nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten. Dood. Misschien zou iemand zeggen, hij heeft de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik. Bewijs mij eerst dat hij geloof hebt, als hij geen daden kunt tonen. Dan zou ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Dan Jacobus heeft deze tekst aan ons geschonken. Het is een heel bekend tekst in de Bijbel, omdat het toont deze overeenkomst die moet leven en ook uitgedrukt wordt tussen ons geloof en onze daden. Het is een uitdaging, het is een weg van bekering voor elk dag, elk minuut van onze dag, om onze geloof te doen overeenkomen met onze daden. Dat betekent dat wij geroepen zijn om meer en meer proberen met kleine daden, kleine gebaren, woorden of zonder woorden, iets uit te drukken van ons geloof. En soms in gebed voor een persoon in de stilte kan daarna heel veel werken. En we hebben al ervaringen gehad, mensen voor wie wij baden al lang. En toen de genade gebeurde, gewoon het delen, zeggen, kijk, dat is gebeurd met u. Ik heb voor u gebeden. Niet om ons in het centrum te plaatsen, nee, maar om God te plaatsen, om voor de persoon te tonen, kijk,
Wij hebben gebeden en God heeft gehoord omdat Hij u lief heeft. En dat brengt vele mensen tot geloof. Dat brengt vele mensen tot geloof. En een keer kende ik een jonge meisje, nu is zij al getrouwd met kinderen. En zij bezocht een oude man. Die vroeg aan haar, bij haar vrijwillig werk bij hem, om een kaarsje te gaan aansteken in de kerk. Omdat hij kon daar niet gaan. En zij was zelf niet zo geloven in praktijk van het beleven. Omwille van het blijven vragen en het vertrouwen en het geloof van die oude man die haar dat vroeg, begon zij interesse hebben voor de kerk. En nu is zij een geloven gezin, een heel mooi gezin, waarin echt ook haar man, die niet gedoopt was voor de trouw, door haar getuigenis ingeleid is tot het geloof. En zij vormen een heel mooi echtpaar. Het is voor ons ook een teken, onze kleine pogingen van uitdrukken in ons leven, zonder te willen tonen, maar ons leven als gelovigen kan andere mensen brengen tot het geloof opzeker. En daarna op het einde zien wij het evangelie volgens Marcus 8. In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde hij aan zijn leerlingen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, en wie anderen zeggen dat hij een van de profeten zijt. Daarop stelde hij hun de vraag: maar hij, wie zegt hij dat ik ben? Petrus antwoordde: hij zijt Christus. Maar hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon hij hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen moesten worden. Maar dat hij na ter dood te zijn gebracht, 3 dagen later zou verrezen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: ga weg, Satan, terug! Want hij laat u lijden door menselijk overwegingen en niet door wat God wil. Nadat hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak hij tot hen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij in het evangelie, zal het redden. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zien echt in dit evangelie, deze nood van zich laten leiden door de Heilige Geest. En hier wat Petrus deed zo reageren, is heel overeen met de eerste lezing. In de eerste lezing zegt Jezus over het lijden dat hij zichzelf niet verzet. En hier, ja, Jesaja, en het is een voorafbeeld van Jezus. En hier zegt Jezus zelf: ik ga lijden, maar de confrontatie met deze werkelijkheid was heel streng, heel erg voor de leerlingen. En Petrus die was heel spontaan en soms heel snel. Die zei: nee, dat mag niet gebeuren. En Jezus zei: hou weg, want als ik het lijden weigert, ga ik mijn missie niet kunnen volbrengen. Het begrijpen van het lijden en het vinden van het heel in het lijden is een uitdaging voor ons. En dat vraagt dat wij echt deze menselijke gedachten aan de kant zetten. Weigeren. In plaats van het lijden te weigeren, wel onze menselijke overwegingen
te weigeren. En als wij lijden, vragen wij ons heel veel af, waarom? Maar wat heb ik gedaan? Is dat een straf? Het is niet gemakkelijk soms. Maar de weg van een waarde gaat gepaard met de weg van zich te verlaten. Hoe meer ik mijzelf verlatende hier, hoe meer ga ik kunnen aanvaarden. Het is een uitdaging, omdat het is een strijd, omdat ze zelf verlaten in de handen van God. Het is niet zo vanzelf spreken. Als je niet kan zwemmen, je vraagt aan een persoon, ga maar springen het water. De persoon gaat dat heel moeilijk kunnen doen. Zoiets is ook met zichzelf te verlaten. Maar het is een weg voor deze weg zijn wij niet alleen. We kunnen rekenen op de hulp van God. We kunnen rekenen op de hulp van elkaar. We kunnen rekenen ook op een begeleiding, een moment van gesprek waarin wij echt deze hulp en deze genade van de Heer kunnen ontvangen. Vragen wij aan de Heer dat wij echt open kunnen zijn voor zijn genade, voor zijn geest, wanneer het lijden aan onze deur komt. En vooral dat wij ogen mogen hebben voor de mensen die lijden, want daar is zonde, de dag van de Heer. Vragen wij ook aan de Heer ogen voor de mensen die soms zouden willen gaan naar de kerk, maar die niemand hebben om hem te brengen, omdat zij zijn alleen, beperkt. Ofwel de communie brengen bij een persoon die thuis is, die lijdt en die verlangt het lichaam van Jezus. Want daar is de dag van de Heer. Want daar is een dag van brengen van deze hoop voor alle mensen, voor onze familie, voor onze geliefden, voor de mensen die wij dragen in onze harten. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dankjewel en God zegen u. Goeiedag, ik ben Hilde en ik wil even kort getuigen dat ik ondanks ik dagelijks ga werken, ook elke dag, Lexo Divina gebruik. Ik bid en lees al jaren elke ochtend de lezing en het evangelie van de dag. Maar sinds ik Lexo Divina heb leren kennen, is er voor mij toch wel een merkbare verandering. Ik begin mijn dag in gebed, God dankend voor de nieuwe dag, voor alles en iedereen, eigenlijk mijn toewijding aan de drie-ene God. Daarna wijd ik mij ook toe aan Maria en bid ik tot de heilige aartsengel Michael voor bescherming. Door deze gebeden open ik mijn hart om het woord te ontvangen. Na het woord, de lezing en het evangelie te hebben gelezen en te overwegen, overloop ik de vragen in de Lexio Divina. Die brengen me vanuit de Heilige Geest naar mijn persoonlijk leven, mijn relatie met God en de wereld. Ik schrijf dan op wat mij door de Geest wordt ingegeven, spontaan vanuit mijn hart. Door de vragen in de Lexio Divina te overwegen en op te schrijven vanuit mijn hart, voelt het voor mij veel intenser, persoonlijker, diepgaander dan toen ik het woord enkel las. Voor mij is Lexio Divina een verdieping van mijn geloofsleven, een groeien in geloof, en daar ben ik God dankbaar voor. Door een innige persoonlijke relatie met God verlang ik anderen te bemoedigen op hun geestelijke weg en hoop dat jullie eveneens ervaren dat Lexio Divina jullie harten kan veranderen.